4 juli 2012, ongeveer anderhalve maand geleden, heeft mijn kleine broertje van 15 mijn hele Facebookpagina verbouwd. We hebben gezworen om hem terug te pakken. En dan kan je natuurlijk een geweldige all-out Facebook-oorlog beginnen. Of je kan de oorlog gewoon offline gaan voeren en zijn jongenskamer ombouwen tot een meisjeskamer. Ik heb een Star Wars van elkaar gekocht. Ze kan de vuilniszak pakken, al die shit. Ook afval. Ja. Ik ook. Hey. Jola. Vanaf de bank. Ja, ook vanaf de bank. Ja, chill. Het is belangrijk om oog voor detail te hebben. Dit moet ik toestaan. Sokjes. Onderbroekjes. Onderbroekjes. Yeah. Oeh, dat is awesome. Oh, iets nummer 9, stop. Ja, hallo. Hallo. Ja, oké, dat is een probleem. Ja. Oh, kijk. Ja, maar het is zo donker hier, wacht. Oké, okay, godverdomme. Wat? Nee! 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 Maar je hebt ook mijn fucking deur uitgehaald! Ik kan iedereen het zien! What the fuck is dit? Godverdomme! Maar dit is ook echt goed gedaan! Het is gewoon echt zwaar, kut. Oh mijn god. Kijken. Ik heb je één keer geframed, man. Eén keer. Maar dit kan toch niet? Maar oh mijn god, het is echt... Leuke kleur. Ja, toch? Ik denk dat ik te lui ben om dit weg te halen. Dat is mijn probleem. Dat kan ik voor mijn lui, gewoon. Nee. Is dat hier? Ik dacht ze gaan iets doen. Wat? Wie is dit? Dat ben jij. Oh nee! Wat heb je ervan geleerd? Mijn broer een grote klootzakje is. En dat ik niet meer moet frapen op Facebook. Van mijn broer of van wie dan ook. Want dan krijg je een meisjeskamer. Dat is het moraal van dit verhaal. Zo, op je meisjeskamer. Kijk ook het tapijt.